Immuuntherapie is een behandeling die ervoor zorgt dat het eigen afweersysteem kankercellen beter kan vernietigen. Maar omdat het immuunsysteem zo actief is, kan het ook gezonde lichaamscellen aanvallen. En dat geeft bijwerkingen. Daarvoor kan een arts middelen zoals pretnison voorschrijven. Maar de dosering is nog veel belangrijker dan altijd werd gedacht. Dus we hebben gezien dat patiënten die een hogere dosis van de afweerremmende middelen krijgen, zoals pretnison, um, Minder lang leven dan patiënten die een lagere dosis krijgen. Dat betekent niet dat een lage dosis altijd beter is. Elke patiënt is anders. En veel patiënten hebben de medicijnen gewoon nodig. Wat belangrijk is voor patiënten is dat het vaak ook niet met minder afweerremmende middelen kan. Uh, dus het is echt heel belangrijk dat ze die krijgen voor de behandeling van hun bijwerkingen. De onderzoekers adviseren artsen vooral om nog kritischer te kijken naar hoeveel medicijnen een patiënt nodig heeft.